Nou, gewoon beginnen met die hap. Nou, ja, ik ben een tijdje ben ik zo'n serie in kijken, Hot Ones. En daar moeten ze allemaal van die hete sausen moeten ze daar proeven. En ja, maar ik vind mezelf op zich wel een goede pittige eter op zich. Maar zo'n soort saus heb ik natuurlijk nooit geprobeerd. En dan wou ik altijd eens uitproberen. Dus heb ik me niet de allersterkste saus wat ze op het programma hebben. Maar heb ik me deze hier gehaald. De Mad Dog 357. Kan ik nou niet zo goed zien, maar... pittig sausje. En heftig sausje. Nee, ik moet zeggen, ik had eens een heel klein druppeltje had ik al geprobeerd. Echt een heel, heel klein druppeltje. Dat is geen grapje. Ja, dit deed behoorlijk pijn. Maar dit keer ga ik het fatsoenlijk doen. ik heb mijn kipnuggets gehaald. En ik ga één kipnugget ga ik met de saus eten. Ga ik dat nou doen? Ik ga met een vork, want je gaat dat niet met je vingers aanraken. Dan heb je daar geen oren. Met een vork, oké, is goed. Nou, doe ik die hier. En een kwastje. Oh, dan gaan we ook niet zuinig doen. Because we're not a pussy. I am. Oh, die geur. Doe gewoon lekker rustig. Doe maar niet overdrijven. Jawel, moet. Poep. Oh! Twee druppeltjes. Twee druppeltjes even met kwastje eventjes uitstrijken. Dus het kan niet gecheat worden. En ook een beetje eerlijke verdeling. Kijk eens daar. Als je een beetje zo eroverheen doet, dan merk je al bijna niet meer dat het erop zit. Heb je het nog op je vingers? Ja, volgens mij valt het wel mee. Lekker van je moeder. Zou ik nog een klein beetje rond doen? Dat is even kalm. Nog één druppeltje. Ja, ik mag met je rijden als je naar de hartstilstand hebt. Zo, klein dingetje. Ach, kom op. We zijn mannen hier. We zijn mannen hier. Oké. Oh. Nou, je hebt al mijn luchtwegen nu al. Ik heb het niet eens in mijn mond gedaan. Zo, ik heb het eroverheen gedaan. Ongeveer 4 druppeltjes. Ja, kon je natuurlijk niet zo goed zien, maar het zit erop. Ik heb de melk klaarstaan. Ik heb iets genoeg trokken. Volgens mij moet je hier even wachten. Volgens mij heb ik iets genoeg trok gedaan. Het begint inderdaad flink te branden. Volgens mij had je hem ondersteboven erin moeten doen. Dan was hij direct op de tong gekomen. Kijk, en daar komt hij. Dit is zeker heel pittig. Kijk, de boos mogen gaan. Ik heb te weinig trok gedaan. Ik vind dat zo'n irritant gevoel. Als je door je mond uitademt. Je voelt gewoon dat fikken. Oh nee, is toch wel... Ik heb niet genoeg trok gedaan. Mag ik niet lang? Mooi, dat is wel instant relief, hè? Of een beetje zo melk. En dan komt het weer. Oh, dat is perfect. Ja, pak je nog een, doe je daar ook meer van. Nee, nou, dat is niet.
Oh. Je hebt echt zo'n een beetje het gevoel dat je daar een beetje haaien van wordt. Met de melk is het op zich wel te doen. Dat de melk op is. Chat, kun je mij even een zakdoekje regelen? Manu. Voor de rest heb ik nergens moeite mee, het is mijn eigen adem wat mijn storen is. En mijn eigen warmte. Ik merk dat. Als ik een klein beetje melk erin doe, dan is het weer oké, weet je, dan is het wel goed te doen. Maar dan komt het weer terug, dan wordt alles weer warm. En mijn eigen adem is echt, merk gewoon dat, maakt het gewoon veel erger. Zijn wel zo als je van tevoren 8 verschillende hebt die je tong al kapot branden. Dus in feite, als we echt Hot One Certified willen zijn, maken we er op zijn minst nog eentje. Dikke laat ik eventjes goed zien wat ik erop doe. Irritant. Een druppel, zie je dat? Dat is geen druppel. Dat is lekker goed drop, hè? Dat is geen druppel. Dat is de last dab, noemen ze dat. Nog niet eens. Een pak goed kwastje. Dat is de halve flash. Ja, het gaat ook hele boel in een kwastje zitten, hè, Shad. Leuk, dan zeg je dat ze een keer gebruik om wat mee te bakken. Ja. Gooi je maar weg. Maar die geur, hè. Oh, die geur is heftig. Nou, wat is leuk. Als we echt Hot Ones Certified willen zijn, dan had je er 10 moeten doen. Onzin, want die rest daarvoor, dat stelt helemaal niks voor. Dat stelt niks voor. Nee. Had je voor eens even lekker een pot sambal gegeten, had het dan nog eens geprobeerd. Ik denk dat je dan nu vrienden op de grond had. Die gaat nog harder aankomen, dat weet ik wel weer. Because we got balls of steel. Balls of cotton after that one's done with you. Kijk me aan. Yo, lekker. Make it on. Give it a second. Zo langzaam kruipen de ballen al terug naar binnen. Doe niet alsof je niet genieten bent ervan. Dat ben ik wel. Je doet het jezelf allemaal, ik heb geen melk. We doen eens even geen melk. Nou, wat die leuk. Duurde dat niet? Lekker spul. Warning. This sauce is very hot. Use at your own risk. This sauce is very hot. Nou gaat hij lezen. Does it look?
I agree. Ja, ik ga het niet voorlezen. Er staat gewoon op dat je... Ik moet oppassen met de spul. Ik moet melk hebben. En dan gaat het in één keer een stukje beter. Dat is toch een ringje. Mm-hmm. Oh. Haal maar een nieuwe melk. Oh. Balls of steel. With cotton candy filling. Ik heb geen goed te razen, hè. Te veel krampen gewoon, jong. De auto ervoor rijden. Nee. Kom even mee werken. Boah, ja, dit is niet gewoon mayonaise. Want ik heb ergens gelezen dat vettige shit nog het meeste werkt. Maar volgens mij heb je de koude melk meer. Oh, die is al leeg. Mm. Ik snap niet hoe die gast dat iedere week doet. Oh, kut. Gewaling. Oh. Oh. Als ik die melk niet had, oh, dan was ik waarschijnlijk. Oh. I don't know, probably crying. Oh. En ik ben mijn adem in het houden. Omdat uitademen pijn doet. En dat ik alleen maar wil inademen. Verse, frisse lucht. Ik moet het eens even niet afslikken. Langzaam begint het beter te worden.
Maar aan mijn. Nou, ik ga de video's afsluiten. Dit zal nog wel even zo doorgaan. Mad Dog 357. Geen grapje.